Farmers Defence Force wil dat minister Schouten van Landbouw uiterlijk dinsdag afziet van het verbod op eiwitrijk voedsel. Zo niet, dan komen er woensdag nieuwe protestacties. Boer Wilbert Litjes uit Puiflijk is het ook niet eens met Schouten, dus gaat hij woensdag ook de weg op met zijn tractor? Nee, ik ga niet demonstreren. Ik ga niet met de tractor op de snelweg. Ik begrijp heel erg goed dat een hoop boeren en ik zelf ook echt niet blij zijn met de hele regel. Het is een absurde maatregel van minister Schouten voor een beperkte winst, 0,2%. En die wordt dan niet eens gebruikt voor de natuurherstel, maar voor de bouw. En zonder enige financiële compensatie en met risico's voor de diergezondheid. En uiteindelijk is de boer degene die voor de kosten opdraait en niet degene die ervan profiteren, de bouw. Litjes ziet geen simpele oplossing voor het stikstofprobleem. Nou, het is een heel complex probleem en we hebben er al 20 jaar last van in Nederland. En de oplossing is echt niet zo heel eenvoudig. Er zit natuurlijk een deel in de natuurgebieden zelf, waarbij sommige normen voor natuurgebieden zo hoog zijn dat we niet eens gaan halen. Ook al zou iedereen en alle koeien uit heel Nederland vertrekken, dan is de depositie in sommige natuurgebieden nog steeds te hoog. En anderzijds kunnen we natuurlijk ook nog steeds stappen zetten in de landbouw, maar ook in de industrie en het verkeer, door de stikstofuitstoot daar te verminderen. En waar mogelijk is natuurlijk, met nieuwe technieken of op andere slimme manieren. Gaat de maatregel ervoor zorgen dat er minder melk geproduceerd wordt? Ja, er is wel een algemene trend in de Nederlandse landbouw. En heel veel boeren voelen zich in het verdomhoekje gezet. En we doen alles om steeds duurzamer te worden. Maar aan de andere kant is de markt, die vraagt eigenlijk niet altijd om die duurzame producten. Die willen er niet voor betalen, om het zo te zeggen. Er is een wachtlijst voor bijvoorbeeld biologische melk. Er worden nog steeds legbatterijkippen uit Oekraïne gehaald. En als een supermarkt voor 2 cent goedkope vlees kan halen uit Zuid-Amerika, waar eigenlijk niet zoveel controle is, dan doet de supermarkt dat. Dus ja, op die manier, als je niet meer geld voor je product krijgt, maar wel meer kosten moet gaan maken, omdat de maatschappij daarom vraagt, dan loopt het op een gegeven moment spaak. En we hebben wel het gevoel als boeren zijn dat het eigenlijk niet heel veel verder meer kan. Een hoop van die natuurgebieden hebben richtlijnen en grenswaarden die we in Nederland nooit gaan halen. En als we daar geen discussie over starten, dan is iedere maatregel om de stikstofuitstoot te verlagen, ja, die is gewoon onvoldoende. En die is juridisch en van Europa ook moeilijk te handhaven en moeilijk uit te voeren. En de landbouw kan natuurlijk nog het een en ander doen. Er zijn al heel veel stappen gezet in de landbouw. Vanaf 1990 is de stikstofuitstoot door de landbouw meer dan gehalveerd. Door bijvoorbeeld aanpassingen van stallen. Minder eiwit in het voer, want eiwit is een kostenpost voor boeren. Dus hoe minder eiwit je kan voeren, hoe economisch gunstiger. Maar er zit natuurlijk een ondergrens aan. En die ondergrens daar wordt nu door minister Schouten aan getornd. En dan gaat het juist weer geld kosten. Een ongezonde koe of een koe die wat tekort komt in zijn voeding, die zal inderdaad minder melk gaan produceren. Ja. Maar een beetje minder melk een keertje is niet zo heel erg. Maar op lange termijn is het natuurlijk voor de gezondheidseffecten van de koeien ook niet even goed. En daar zit hem ook al een beetje de pijn. Te kosten gaan maken als boeren zijn om aan deze maatregel te moeten voldoen. Maar tegelijkertijd loopt de gezondheid van onze dieren ook risico. En daar vinden we eigenlijk het allerergste. Dat is ja, onverteerbaar om het zo te zeggen. En auto's en industrie die stoten naast stikstof ook nog fijnstof uit. En fijnstof is eigenlijk nog veel slechter voor de mensheid dan de ammoniak van koeien.